hoorden jullie van, sommigen van jullie hebben van ver gereisd. Ik vind het echt bijzonder op een tweede Paasdag. Even mezelf voorstellen, ik kom uit Nieuw-Zeeland, dus verder kan je eigenlijk niet reizen. Als je naar Nieuw-Zeeland gaat, linksom of rechtsom over Amerika, is het net zo ver als je die andere kant op. Wie van jullie is naar Nieuw-Zeeland geweest? Nou, dan weet je hoe ver het is en hoe lang in de vliegtuig het is. Ik ben naar Nederland gekomen toen ik 37 was. Dus dat was in het jaar 2000. En toen heb ik Nederlands geleerd. Dus mijn excuses als je moeilijk kan verstaan wat ik te zeggen heb. Ik vond de Statenvertaling of de oude Nederlands, dacht ik, oh mijn hemel, dit is nog een andere taal. Daar begin ik nog niet aan. Ik vond Nederlands moeilijk genoeg. Hij gaat soms uit, hè? Klopt dat? Kunnen we er iets aan doen? Ligt dat aan mijn laptop? Of, nou, nog mijn excuses daarvoor. Dus als je merkt van, mijn zinsbouw klopt niet, of ik de verkeerde lidwoord gebruik, of ik kom er niet uit, voel je echt vrij om mij te helpen, te roepen van een woord, dan doen we het samen. Kunnen jullie me goed verstaan? Dus mijn accent is niet al te dik. Nou, ik ben getrouwd met een Nederlander. En daarom zijn wij, we hebben 10 jaar in Nieuw-Zeeland gewoond. En daarom zijn we dan, na de 10 jaar, zijn we teruggekomen naar Nederland. En met 3 dochters. We hebben 3 dochters en nu 3 kleinzoons. Dus de generaties herstellen zich een beetje. Als ik die 3 kleinzoons van mij zie, dan denk ik, mijn hemel, ik ben blij dat God mij gezegend heeft met dochters, want ze hebben zoveel energie, die jongens. Ik weet niet of ik dat overleefd had. Maar ik mag dan ook leren hoe met hun energie om te gaan als oma. Ik ben christenpsycholoog. Ik heb een praktijk waar ik meestal christenen ontvang die psychisch aan zichzelf willen werken. Dat kan mensen zijn die voor relatietherapie komen. Ze lopen vast in een relatie. Dat kan dingen zoals burn-out, overspanning of depressieve klachten, angststoornissen of angstproblemen, maar ook identiteitsproblemen. En ik geef niet alleen therapie of coaching in de praktijk. Ik leid ook coaches en therapeuten op. Christen coaches, christelijke therapeuten. We hebben een opleiding, post-HBO opleiding, waar mensen dan kunnen 4 jaar doen om ook een christelijke therapeut te worden. Maar er is heel veel nood. Mensen lopen soms vast. Ook als ze met God wandelen, ook als ze oprecht hun geloof willen leven, ook als ze hun best doen om gehoor te geven aan de Bijbelse manier van leven, dan lopen ze nog vast. En die mensen hebben begeleiding nodig. En een van de dingen die jullie vanavond over gaan vertellen is over grenzen. Hoe geef je je grenzen aan? En hoe kom je los van pleasen? Zijn er mensen hier die het boek gelezen hebben? Nee, is oké? Niemand? Eén iemand. Ik ga je wat vragen stellen. Nou, ik ga vanavond in deze korte lezing in vogelvlucht het boek door. Er is ook ruimte voor na de pauze voor vragen. Ik hou heel erg van vragen. Want bij vragen pas je toe. En in een lezing is het één richtingsverkeer. Ik vertel jullie dingen waar je denkt van, maar ik denk dat is interessant. En jij denkt van, ja, maar hoe doe ik dat? Dus voel je echt vrij om vragen te stellen. Dus we gaan vanavond hebben over pleasen. Wat is pleasen? Pleasen is eigenlijk dat je iets doet of iets zegt waar je van binnen niet mee eens bent. Dus een tegenstelling wat Paulus zegt in die tekst die ik voorgelezen heb. Laat je ja of ja en nee. En wat ik
zal meteen de tekst die ik ga voorlezen van de Bergrede in tegenstelling van laat je ja ja zijn en je nee nee, is er een soort innerlijke conflict. We zeggen ja, terwijl we eigenlijk van binnen dat een grote nee is. Of we zeggen nee, maar we doen het op een manier dat het eigenlijk niet duidelijk is. Het is niet in lijn met wat we echt van binnen voelen, denken en willen. En dat is pleasen. Eigenlijk wat we doen is we offeren een stukje van onze identiteit op om aan te passen aan wat iemand anders van ons wil. En dat is heel iets anders dan jezelf opofferen. Dan zelfopofferende liefde, agape liefde. Dus net genoemd door Annette, de Pasen, dat Jezus is dood en is opgestaan. Hij heeft als zoon van God zijn leven opgeofferd. Dat is niet pleasen. Dat is echt jezelf geven. En er is een verschil tussen pleasen en tussen zelfopofferende liefde. Maar wat is dat? En hoe ziet het eruit? Heel veel problemen waar mensen voor hulp willen hebben, zoals depressie of zondegevoelens, of niet weten wat je wil, identiteitsproblemen, die komen voort uit een zwakke identiteit. En een zwakke identiteit komt ook voort uit pleasen. Ze zijn allemaal aan elkaar gekoppeld. Dus daar ga ik het over hebben vanavond. Ik ga de 7 please types langs. We hebben het Karianne en ik het boek schreef. Volgens mij was het 2016, 17, weet ik niet uit. Dan hebben we al die mensen die bij ons langs zijn gekomen in de praktijk, hebben we meegenomen en 7 please types gedestilleerd. Hoe ziet please eruit? En ik ga de 7 please types benoemen. De 7e is de gezonde please type. Dat is de zelfbewuste please type. En ik ga aangeven hoe dat eruit ziet. Hoe dat is de kenmerken ervan. Ik ga kort toelichten welke klus elke please type te klaren heeft. Wil hij of zij vrij van komen. En we gaan ook bij elke please type een bijbelse voorbeeld benoemen. Ik ga niet heel uitgebreid op in, want dat staat uitgebreid geschreven in het boek. En ook de oorzaak, hoe ontwikkel je dat please gedrag. En ik ga aan het eind wat tips geven, hoe kan je zo'n please gedrag, please patroon, hoe kan je dat doorbreken? En hoe kan je leren vanuit jezelf als één stuk, een persoon uit één stuk, een onverdeeld hart, te leven op een oprechte manier. Ik ben als christelijke psycholoog ben ik steeds bezig met het feit dat Jezus zei, je kent de boom aan zijn vrucht. Je kent de boom aan zijn vrucht. En ik ben ook bezig met de tekst dat Paulus ons oproept om gewoord in Efeze, het boek Efeze, om geworteld en gegrond te worden in de liefde van God. En die twee dingen die koppel ik aan elkaar. Dat als wij niet geworteld en gegrond zijn in onze status als leven in de liefde van God, dan ontstaat er ook slechte vrucht in ons leven. Want de wortels zitten niet goed. Dus we dragen vrucht voor die niet klopt. Dat is de vrucht van zonde, maar dat is ook de vrucht van psychische kracht. En dat is niet dat je moet denken, oh het is mijn schuld dat ik psychische klachten heb. Maar het is wel belangrijk om na te gaan, wat gebeurt in mijn ziel waardoor ik deze vlucht voorbreng. Want God wil daar genezing in brengen. En ook heiliging en goede vlucht. Dus laten we even kijken naar deze 3 teksten. Basis van mijn lezing vanavond. De eerste is in Johannes 10, vers 10. Als het goed is, zie je dat nu op de. Ja, daar gaan we. Dit is in de hoofdstuk waar Jezus zegt van. Hij is over zichzelf aan het vertellen, zijn rol in het leven. Hij vertelt: ik ben de deur.
Hij vertelde in deze hoofdstuk, ik ben de goede herder. Hij is zichzelf aan het, hij deelt over zichzelf en zijn rol naar de discipelen toe. En hij zegt, een dief komt alleen om te roven, te slachten en te vernietigen. Maar ik ben gekomen om hun het leven te geven in al zijn volheid. In sommige vertalingen wordt er gesproken over leven en overvloed. En eigenlijk is het door het offer van Jezus, door leven met God, is het de bedoeling dat wij kunnen leven in volheid. En dat is heel iets anders dan leven in angst. Of leven vanuit angst. Het heiligingsproces, zijn heiligingsproces, gebeurt van binnen naar buiten. God communiceert met ons geest, op geestelijk vlak. Daardoor wordt het geestwaarheid vertaald naar ons ziel, de psychische vlak. En wat in ons ziel, dat heeft invloed op ons lichaam, ons gedrag, hoe wij ons gedragen. En dat heeft effect op hoe wij optreden in deze wereld. Zo is het zo dat wij dat God ons zegent in ons geest. En dat wordt vertaald door onze ziel. Wat is de ziel? Het is die ervarende zelf. Hoe je jezelf ervaart. Je denken, je emoties, je overtuiging. En dat bepaalt hoe je in je lichaam voelt. En wat je wil en wat je niet wil. En dat wordt dan, dat bepaalt ook hoe je handelt. Maar stel nou voor dat op geestelijke vlak zit het goed. Je bent een volgeling van Christus. Je doet je best om met God te wandelen, oprecht te leven. Maar stel nou dat in je ziel, dat er zitten allemaal dingen die een beetje mank zijn. Je bent onzeker. Of je hebt twijfels over of je dingen echt kan. Je voelt je klein, soms machteloos. Misschien heb je trauma's van vroeger. Misschien worstel je met angstige gedachten, met sombere gedachten. Of het lukt je niet om je helemaal te geven aan iemand. Er zijn angsten, allemaal menselijke verwondingen of problemen die op psychische vlak spelen. Dan lukt dat leven die van God komt, lukt het dan niet om door dat zielsvlak heen te stromen naar je gedrag in de wereld om je heen. En daar loopt het vaak mis met prijsgebouw. Volgende dia. Want dit is hoe een gezonde relatie eruit ziet. Een gezonde relatie bestaat uit twee ikken die samen verbonden zijn. Weet je wel, we hebben het vaak over het woord ego. We zeggen hij of zij heeft een grote ego. Alsof het woord ego betekent dat het zelf is, dat je geen ego moet hebben. Maar je ego is eigenlijk het Latijnse woord voor je ik. En jouw ik is wie jij bent. Dat is je, hoe God jou gemaakt heeft. Je temperament, je persoonlijkheid, je behoeftes, je gevoelens. Wat jij wel en niet fijn vindt. Dat is je identiteit. Een relatie functioneert heel goed wanneer beide mensen in een relatie, laten we dit een stel noemen, maar dat kan ook vriendinnen zijn, of maatjes, of familieleden, of ouder en kind, maakt allemaal niks uit. Twee mensen, dat functioneert heel goed wanneer beide ikken echt een identiteit hebben. Wanneer ze weten wat ze willen, wanneer hun ja ja is en hun nee nee, en wanneer er een diepe over en weer verbinding is, van vertrouwen, van geven, van gezien worden, van geliefd voelen, van veilig met elkaar. Maar dat betekent ook dat er soms conflicten zijn. Want die ene wil de raam open, die andere wil de raam dicht. Die ene wil een kampeervakantie, die andere wil naar een stad. Die ene wil een beetje de geld hier aan uitgeven, die andere wil de geld daar aan uitgeven. Die andere wil opruimen direct voordat er iets anders gedaan. Die andere wil eerst iets aan. Dat is het leven. En wat gebeurt vaak, is dat wanneer deze normale menselijke conflicten ontstaan, wat hoort bij het leven, wanneer twee ikken botsen, want ze willen iets anders, is dat één gaat pleasen en die andere laat het toe.
En dan ontstaat er een machtsonbalans. En die ik van die ene die pleased, die wordt kleiner en zwakker. En die wordt het verlengstuk van die andere. Dat is het allerergste scenario. Maar als dat zo doorgaat, neemt de liefde af. En dat machtsbalans moet weer hersteld worden, zodat er twee ikken zijn die autonoom zijn. Zelf kunnen nadenken, voelen, handelen, maar heel erg verbonden met elkaar. In kwetsbaarheid en in vertrouwen en in veiligheid. Zo ziet een gezonde relatie eruit. Heel veel van de relaties die in therapie komen, die zien er niet zo uit. Die ene is een verlengstuk van die andere geweest. Die weet niet meer wat hij of zij wil. Die kan de eigen identiteit niet voelen. Zo heeft God het niet bedoeld. Dit brengt slechte vrucht voort. Het brengt slechte vrucht voort in de relatie, de liefde verkoelt. Maar het brengt ook slechte vrucht voort in de kinderen. Kinderen die zo opgroeien, die krijgen ook problemen. Je kent de boom aan zijn vrucht. Stel voor dat je in een relatie bent, en nogmaals, het is niet alleen een partnerrelatie, maar collega's. Vrienden, kennis, waar de vrijwilligheid is, waar de openheid is, zonder jaloezie, zonder vergelijking, zonder verwachtingen, zonder die angst hoe die anderen naar jou kijken, of wat ze allemaal van je gaan vinden, of die angst voor de veroordeling, of de hang naar goedkeuring, dat die anderen echt vrij voor om zichzelf te zijn. Dat is hemel, hemels. En daar ga ik voor als christelijk psycholoog. Om de kerk het zo toe te rusten dat dit relaties onderdeel zijn van onze gemeenschap. Zodat er echt eenheid is. En niet alleen een aanpassing. Maar dan hebben we meer zelfbewuste pleasers nodig. En niet pleasers uit patronen of uit automatische piloot of uit angst. Dus laten we nu die 7 please types langsgaan. Voordat we dat doen. Ben ik bij deel 7. En dat is de laatste opmerking. We hebben die kunstmatig de please types uitgedestilleerd. Het is niet zo dat er allerlei soorten 7 types hier in de zaal zijn en dat je zo'n test kan doen en kan zeggen ik ben please type 1. Zo werkt het niet. Dat is een illusie. Maar meestal heb je wel 1 of 2 die dominant zijn. Het kan ook zijn, en het is ook niet zo dat je helemaal een please type bent, maar meer dat je wisselt. En als jouw please gedrag, als het een jas is die je aan en uit kan doen, als je kan kiezen, aan de hand van wat goed is in de situatie, dan ben je waarschijnlijk een zelfbewuste please. Want daar gaat het om, dat je de innerlijke vrijheid hebt om te kiezen, in plaats van dat het verplichting is. Omdat je doet uit angst. Of omdat je denkt, nou zo ben ik nou helemaal. We beginnen met wanden, de wantrouwende please. Bij elke please type is er een uitspraak. En wanden zegt, als ik het niet doe, doet niemand het. Ken je dat? Wie zijn de wanders die de neiging hebben om te zeggen, als ik het niet doe, doet niemand het. Niemand? Dan steek ik mijn eigen hand op. Ik heb de neiging om dat te doen. Ik ben een wantrouwende vriezer. Of ik ben er aan het leren om het af te leggen. Het is een levenstaak. Dit zijn mensen die heel fijn zijn om in je commissie te hebben. Of collega's te hebben. Ja? Ze zijn heel bereid. Ze zien alles. Schouders eronder. Heel conscientieus. Er zijn bij elke pleastype is er een positieve kwaliteit. Op deze mensen, die kan je echt rekenen. Alleen, er komt een soort onder de water verwijt. Ze hebben de neiging om soms met wrok dingen te doen. Ze zijn oververantwoordelijk. Ze springen in. Ze geloven eigenlijk dat hun manier de beste is. Dus ze laten zich niet makkelijk helpen. Dus dat de lach van herkenning. De neiging die je hebt met zo'n reeks is dat je aan iemand kent. Die is dan zo moeilijker om de land naar binnen te richten. Ja. Wat is die
is vaak in de eerste paar levensjaren. Bij elke, als je in het boek leest, dan zie je bij elke type, is er vaak een periode waar dingen misgaan. En bij de wantrouwende pleaser heeft het te maken met de basisveiligheid. Echt in de basishechtingsjaren. Ook een kind heeft stabiliteit nodig. En heeft een omgeving nodig waar hij bevestigd en geborgenheid kent. En bij mij, ik ben geboren 9 maanden na die tragische overlijden van mijn broer. Die 5,5 was. Hij is geopereerd aan zijn amandelen en hij heeft doodgebloed in het ziekenhuis. En op die een of andere manier ben ik verwekt in dat week daarna. Hij is doodgegaan op de derde verjaardag van mijn zus, boven mij. En toen ik in het gezin kwam, was een gezin die aan het rouwen was, maar die kon er al. Dus ik kwam erbij, maar niemand zat te wachten op een nieuwe baby. Daarnaast ben ik als 18 maanden ben ik 6 weken in een kinderziekenhuis. In een dubbele longontsteking. Dus er is heel veel misgegaan bij mij in de eerste 1, 2, 3 levensjaren. Waar ik de basis van veiligheid heb gemist. Waar dan een diepe verlating is. Ik ben veel te vroeg zelfredzaam geworden. Weet je wel, ik moest op mezelf, want als ik op anderen leun, is er iets in mijn verwonding die gevaar doet. Want dan kan je zo verlaten worden. Of tekort komen, of dat er niemand is die je kent. Dat ik niet de liefde kreeg die ik nodig had. En dat is de basis van wantrouwen. Dus daarom heb ik de neiging om niet op andere mensen te leunen, om het zelf te doen. Om onafhankelijk te zijn. Want ergens in mijn verwonding is het gevaarlijk. Een typische Bijbelse voorbeeld van de wantrouwende pleaser is, kun je bedenken wie dat is? Martha. Weet je wel? Want bij de wantrouwende pleaser, weet je wel, Martha en Maria, Lazarus is, ken je het verhaal van Martha en Maria? En Maria zit aan de voeten van Jezus. En Jezus zegt, 1 ding is nodig, zit aan mijn voeten. En Martha is bezig om die, want Jezus kwam nooit alleen. Hij kwam altijd met de discipelen. Dus ineens had ze een huis vol mensen. En ze ging automatisch geloven, als niemand het doet, doet iemand het. Maar er is altijd een verwijt daaronder. Het is niet echt vrij. En ze zegt zelfs tegen Jezus, Heere, trekt het u niet aan dat mijn zuster mij alleen laat bedienen? Nou, dan moet je een beetje lef hebben. Trekt u het niet aan? Er is een stiekem verwijt in de wantrouwende pleaser. Wat moet de wantrouwende pleaser doen om te helen, om te groeien, te ontwikkelen, is los te laten. Dat is die hoofdklus. Kwetsbaar op te stellen. In mijn geval te zeggen tegen mensen, ik heb je nodig. Voelt het half dodig als ik dat moet toegeven, maar ik oefen het met regelmaat. Afhankelijk durven zijn, terwijl alles in je schreeuwt dat het gevaarlijk is. De touwtjes los durven te laten. Dingen in de soep te laten lopen. Dat kan niet van trouwende pleaser heel moeilijk. En lopen in plaats van te snel iedereen voorbij. Oké, dan gaan we naar de tweede please type. Dat is Mariska, dan manipuleren. Als ik dit voor jou doe, doe je dat voor mij? Dat zijn de strategische mensen. Die komen naar je toe en die zeggen iets heel mooi. Wat kan jij dat goed doen, zeg? Goh, ben je een goede videoman? Ik zie je heel... Doe je dat altijd opzoeken? Zo betrouwbaar iemand hebben, dan voel je van binnen, zij willen iets van mij. Dat zijn de mensen die eigenlijk geven, dingen voor je doen, maar er is een verborgen agenda. En dat verborgen agenda is iets wat ze zelf willen. Deze mensen, dus ze gebruiken vlijende woorden, ze kunnen niet direct vragen, nee, kan je een keer voor mij een video opname komen doen? Zoiets. Ze kunnen niet direct vragen, maar eigenlijk zijn ze als de dood dat je nee gaat zeggen. En dat is ondraaglijk, want deze mensen in hun hechtingsgeschiedenis
zijn ze tekort. Er is een tekort. Ze zijn niet altijd, maar ze soms zijn opgevoed in grote gezinnen waar er een tekort was, een tekort aan geld, eten, aandacht, middelen. En dus ze hebben geleerd, ik kan niet rechtstreeks vragen, want dan word ik me boos, of word ik geweigerd, of word ik afgewezen. Dus ik moet strategisch pleasen om de dingen te krijgen die ik van binnen nodig heb. Zijn vaak hele succesvolle zakenmensen. Ze kunnen heel strategisch zijn en win-win creëren. Niet altijd hoor, alles wat ik zeg is, zijn de nuances. Bij ons voorbeeld van de manipulerende pleaser is Abigail. Weet je of ik haar naam goed zeg? Ze is getrouwd met Nabal, 1 Samuel 25. David stuurde boodschappers die vriendelijk waren aan Nabal, haar man. En hij ging verkeerd tegen ze met schelden en vloeken en bedreigingen. En zij dacht, jemig, als dat gaat gebeuren, komt er een oorlog en wij worden afgemaakt. Dus ik moet wel zien dat dit te voorkomen. Dus ze ging naar David en zijn mannen toe met 2000 dit en zoveel schapen en allemaal vlaaiende woorden. Eigenlijk voor elkaar te krijgen dat die grote bedreiging niet gebeurde. Wat is die hoofdkrus van die manipulerende pleaser? Wat moet die doen? Je moet leren om kwetsbaar gevoelens te voelen. Dat is eigenlijk bij alle pleastypes. Te benoemen en direct te zijn. Te vragen wat je nodig hebt. En om dat te doen, net zoals bij alle pleastypes, moet je eigenlijk angst naar onder ogen komen. En datgene doen waar je meest bang voor bent. Dan hebben we Reinier, de relatiezoekende. Ik doe dit voor jou, omdat ik wil dat je mij aanvindt. Ik wil dat. Dat zijn de mensen die lief zijn. Die zijn altijd lief. Die zijn altijd op die andere gericht. Heel aardig. Iedereen, dit zijn leuke mensen om je heen te hebben, want ze zijn altijd aardig. Maar er is ook weinig diepgang. En zij voelen zich vaak klein. Laten we Reinier nemen bijvoorbeeld. Die is aardig naar zijn vrouw en die wil de relatie met zijn vrouw niet kwijt. Dus hij doet alles wat zij zegt. Hij pleased. Hij pakt de vaatwasser precies in zoals zij dat willen. Met alle vorkjes en mesjes op een rij. Hij pakt hem ook weer precies uit, ook al is hij helemaal niet mee eens. Hij kijkt haar aan, vindt ze met haar lief en dan gaat hij allerlei klusjes doen. De perfecte man. Maar het probleem is, hij wil dit ook doen voor zijn baas. Baas zegt, wil je overuren maken? Ja, natuurlijk wil hij meer de relatie zoeken dan dat doen. Want hij wil aangevonden, hij wil een leuke collega zijn. Maar het probleem is dat botst met wat zijn vrouw wil. En Reinier komt altijd in die situaties waar hij niet twee mensen tevreden kan houden. Hij zit altijd klein. En hij creëert het altijd voor elkaar dat mensen boos op hem worden. Want er zijn situaties waar je niet zijn en iedereen bevriend houden. Hij komt nooit met ik wil. Reinier is de type, als je zegt tegen Reinier, wat wil je drinken? Zegt hij, oh, wat drink jij? Ik word daar echt neidig op als mensen dat zeggen. Ik zeg altijd, in dit huis moet je zelf kiezen. Ze worden ook bijna nooit boos bij de relatie. Bijbelvoorbeeld is Salomo, 1 Koningen 11, kan je dat lezen. Salomo ging trouwen met al die heidense vrouwen, al die vrouwen die andere afgoden hadden. En God zei, doe dat nou niet, Salomo. Moet je niet doen, want jij hebt niet die innerlijke stevigheid om niet met een geloofsdienst in de zee te gaan. Maar ja, Salomo doet het en het wordt een heid. Ja, hij moet het door al die vrouwen lief gehouden worden. Vul ik een beetje in hoor. Maar om het principe toe te lichten. Wat is de hoofdklus voor de relatiezoekende pleaser? Stop met jezelf kijken door die ogen van anderen. Je zelfbeeld moet van binnen zijn. De relatiezoekende Reinier, die is altijd, oh, is zij teleurgesteld in mij? Die kijkt altijd naar de gezichten. Als die iets zegt, hoe word ik hier gevonden? Wat vinden ze allemaal van mij?
Maar dan leg je je beeld van jezelf, je identiteit, geef je uit je handen. En zeg je eigenlijk, jij bepaalt wie ik ben. En dat is ver van hoe God het bedoeld heeft, toen hij jou als unieke mens op deze aarde heeft gezet. Met jouw unieke blend aan talenten, aan competenties, aan wie jij bent. Dus wanneer moet zichzelf accepteren zoals die is, omarmen zijn gevoelens, vooral het negatieve gevoelens. Daar kom ik later op. Dan gaan we naar het volgende principe. Dat is Erwin de erkenning zoekende. Ik doe dit voor jou omdat ik nodig moet zijn. Ken je dat? Mensen in je omgeving die allemaal dingen voor je doen. En eigenlijk zijn ze het beste in een crisis. Als jij het moeilijk hebt, dan zijn ze daar als de redder die jou uit de crisis helpt. En ze zijn de perfecte ouders van kleine kinderen. Baby's, kleuters, schoolkinderen. Want de kinderen hebben mama en papa nodig. En de ouder, de erkenningzoekende, die kan ermee ver verspelen. Maar oh jee, als die kinderen pubers worden. Met een eigen ik en een mening. En dat ze dwars zijn. Dan gaat die erkenningszoekende ouder dat heel moeilijk vinden. Die is, weet je wel, de kind wil die ouder niet zo. Die wil juist wat meer bij die leeftijdsgenoten. Die houdt je hart vast als ouder. Kind zet zich af tegen de ouder. Wat zijn de kenmerken van die erkenningszoekende priester? Die zijn vaak van binnen hebben ze gevoelens van minderwaardigheid of achtergesteld. En ze hebben de neiging om te vertrouwen op externe dingen. Er zijn de mensen die dan, als het niet met crisis te maken hebben, dan voelen ze iemand omdat ze de juiste baan hebben. Of ze voelen waardevol omdat ze de goede auto rijden. Of dat ze met een goede persoon een relatie hebben. Dus ze leggen hun waarde, hun bestaansrecht ook uit handen. Stel nou voor dat je dat dit een certificaat van hoeveel ik waard ben. Ja, Michelle is putje, waard. Dat is een soort Julius certificaat van hoe waardevol ik ben. Eigenlijk moet ik dat van binnen hebben. Ik moet dat op mijn hart. Waarom ben ik waardevol? Dat ik dat zelf bepaal vanuit mijn wandel met God en mijn bestaan op deze wereld. Maar wat ik doe is ik geef het aan iemand anders. En ik zeg, jij mag het invullen. Jij mag invullen, jij mag opschrijven hoeveel ik waard ben. Want ik kijk hoe je naar me kijkt, wat je van me vindt, vul het in. Maar dat maakt mij ontzettend onzeker. En ik moet die andere persoon controleren. En die erkenningzoekende blizzard die doet dat. Die zoekt erkenning van de buitenwereld. Zeg maar dat ik mag bestaan. Zeg maar dat je mij waardevol vindt. Zeg maar dat je mij iemand met aanzien vindt. Dan pas mag ik het voelen. En die doet het op het gebied van pleasen. Dus die wil nodig gevonden worden. En als jij hem of haar niet meer nodig heeft, dan is de stront aan de knikken. Is dat een goede uitdrukking? Problemen. Dan heb je conflicten. En heel vaak gebeurt dat bijvoorbeeld in families. Wanneer ouders blijven zorgen, wanneer je als gemeente volwassen kind, je wil niet betut worden of bemoeid worden. En dat komt omdat die ander die blijft zorgen, die zoekt erkenning. Die zoekt er te mogen zijn, maar het voelt verstikkend. Het voelt als bemoeizorg. Je wil als gemeente volwassen een kop trekken. Even een bijbelse voorbeeld, omwille van de tijd, ga ik wat sneller. Is 1 Samuel 18, dat is koning Saul. Die zocht erkenning, die vond het vreselijk wanneer David de zalving kreeg. Die was jaloers. En die zocht erkenning vanuit zijn positie. En daarom ging hij die offer doen die Samuel eigenlijk had moeten doen, de profeet. Hij ging overfunctioneren vanuit de nood voor erkenning. Ik vind het best wel troostrijk dat de Bijbel vol is van echte mensen die echte problemen hebben. Want daar mogen wij ook toch met genade een beetje naar.
2000 jaar in onze tekortkoming. De hoofdklus van Erwin die erkenning zoekende verkiezen is te vergeten zijn eigen behoefte voor bevestiging en te ontdekken wie hij of zij echt is voorbij een fout. Wie ben ik in mezelf, in mijn zijn, mijn identiteit? Dan hebben we Cora, de conflictmijdende. Ik doe dit voor jou, omdat ik geen ruzie wil. Wie zijn de Cora's die bang zijn dat mensen boos op je gaan worden? Ja. Of nog meer, teleurgesteld. Ja, dat is eigenlijk een voor dezelfde vorm. Of de, heb je dat in je, ken je dat nog, dat je moeder vroeger tegen je zei, ik ben niet boos, ik ben teleurgesteld. Dat is nog erg, voel ik nog erg. Bang zijn voor conflicten. Deze mensen, ze willen het niet, maar ze liegen vaak. Of ze gaan de conflicten uit de weg. Ze zeggen niet ja, wat er eigenlijk een ja van binnen is. Of ze durven niet nee te zeggen. Wil je dit doen? Wil je dat? En ze zeggen ja, maar van binnen willen ze niet. Ze gaan over hun grenzen, worden vaak overspannen of burn-out. Ze zeggen dingen toe die ze niet willen, dus ze creëren conflicten. Als je te lang over je grenzen gaat, over de, je grenzen zijn de gebieden in je ziel waar jij verantwoordelijk voor bent. Wat God jou gegeven heeft om soevereiniteit over uit te oefenen. Als jij die grenzen niet bewaakt, kom je in de problemen. De Bijbel zegt dat een stad is zonder muren. De muren zijn jouw grenzen en jij bent de stad. En als je steeds over je grenzen gaat, dan creëer je problemen. Is het net als een bal die slechte vrucht wordt? Want wat doen de conflictmijdende priesters? Ze drukken weg totdat ze barsten. Totdat ze een woede aanval. En dan is het te laat. En dan is het omdat ze zo lang over hun grenzen zijn. Voorbeeld is Abraham, die bang was voor Farao. Ze heeft gezegd tegen zijn vrouw dat ze nog niet gaat, dat zij de zus wordt. Vermijden. Bang zijn voor conflicten of bedreiging. Wat is de hoofdklus? Stap uit de vermijding. Verzamel moed. Voel je angst. En wees eerlijk. Zijn jullie nog, kunnen jullie nog even? Hoe lang is het? Hoe laat is het? Het is kwart voor negen. Kwart voor negen. Ik heb nog een paar minuutjes nog. Hè? Anders moet ik jullie een energizer geven, maar ik weet niet of dat mag in de kerk. Oké, dan hebben we Paul en Patrick, de principiële pleasers. Ik doe dit omdat het hoort, of ik doe dit omdat God het wil. Ze zijn regeer en star en ze doen dingen voor je. Weet je wel, je vraagt hem niet of ze nemen iets uit handen, maar er zit geen vreugde in. Het voelt zwaar. Ze zijn vaak veroordelend naar zichzelf toe, maar ook naar anderen. En ze voelen paniekerig en verward wanneer het niet helder is hoe je moet handelen. In die ethische, ingewikkelde kwesties. Soms heb je situaties waar je moet de minst van die twee kwaden kiezen. Nou, denk bijvoorbeeld, om dit te illustreren, denk bijvoorbeeld aan de Tweede Wereldoorlog, wanneer mensen Joden hadden in hun huis en ze moesten liegen tegen de Duitsers dat de Joden waren. Kijk, eigenlijk mag je niet liegen. Maar je moet ook opkomen voor de kwetsbaren. Hoe doe je dat? Het is ingewikkeld. De principiële pleasers, die krijgen error. Die krijgen uitsluiting. Ze zijn zo gericht op goed, fout, zwart, wit, dat wanneer het moeilijk is, lopen ze vast. En ook met mensen, want mensen werken is ook soms heel ingewikkeld. Weet je wat je, hoe je moet handelen? Soms zijn er tegengestelde belangen. Bijvoorbeeld, je voelt ook als die principiële pleaser iets voor je doet, dan is het een soort oud van superieure. Eigenlijk is het de farisees. Ze leggen een last op je en ze helpen je niet om het te dragen. Maar ondertussen gaan ze over hun eigen grenzen. En dat is wat pleaser is. Van een voorbeeld kan je in het boek lezen als je die hebt over Mozes toen hij recht spreekt over de menigte.
dreigde in een burn-out te komen. De hoofdklus is dat zij moeten van hun normen en waarden maken. Dus die principiële dingen, de wet, wat goed is, die moet verinnerlijkt worden. Van het hart naar het hoofd. Nee, andersom. Van het hoofd naar het hart. De langste reis die je ooit gaat maken. Dat wat hier is, hier verankerd wordt. Oké, dan zijn we bij de zelfbewuste kiezer. In het boek hebben wij als voorbeeld Corrie ten Boom genomen. En onze verdient in haar leven. Ik kies er bewust voor dit voor jou te doen. En dit is de echte zelfopofferende liefde. Dit is wanneer je het niet doet op automatisch piloot. Waar je ook niet doet omdat je anders schuldig gaat voelen. Of anders tekort komt. Of anders alleen komt te staan. Of anders bang bent voor de conflicten. Want dat zijn allemaal innerlijke drijfveren. Die ons aanzet op gedrag vanuit angst en wantrouwen. Waar we niet gevoorteld en gegrond zijn in Gods liefde. Dat zijn eigenlijk zondige patronen in ons ziel die gebaseerd zijn op de leugen. De zelfbewuste pleaser, die doet het vanuit een bewuste keus. Meestal zijn het heerlijke mensen om in de buurt te hebben. Je hoeft niet voor ze te zorgen. Ze zijn duidelijk. Ze zeggen wat ze wil en wat ze niet wil. Als ze iets aan je beloven, is er no strings attached. Het is echt vrijgegeven. Ze zijn consequent. Je kunt van ze op aan. Ze zeggen wat ze echt denken en ze zeggen ook wat ze nodig hebben. En ik geloof dat is wat God van ons allemaal wil om te groeien tot het punt. Want dan kunnen we echt een veilige gemeenschap in elkaar bouwen. En loskomen van al die verschrikkelijke conflicten die soms sudderen aan de ondergrond. En er zijn genoeg voorbeelden van mensen in de Bijbel die vanuit deze zelfbewuste pleaser keuzes maken. Zoals David, zoals Ruth, Jozef, Maria, de jongetje met de 5 broodjes en de 2 visjes. Of andersom. Vergeet altijd wat de 5 en die 2 waren. Maar het was in ieder geval brood en vis. En het werd heel veel. Dat is de strekking. Oké, hoe kom je vrij van deze zelfbewuste pleaser? Nou, ik wil je niet een quick fix beloven, want dit is een levenswerk. Dit is niet makkelijk, want wat moet je doen? Dat is echt contact maken met jezelf, met je hart. Met de gebieden die kwetsbaar zijn. Met gevoelens die je niet fijn vindt om te voelen, zoals boosheid. Zoals walging of angst of verdriet. Wij zijn als christenen niet heel erg denderend in omgaan met negatieve emoties. Dat heb ik als psycholoog bemerkt. Nou, eigenlijk is de Bijbel vol van emoties. God spreekt over zichzelf als een emotionele wezen. Je ziet ook heel veel emoties in het leven van Jezus. Maar wij vinden het veiliger om in ons hoofd te blijven en weg te blijven van die enge wereld waar er van alles te voelen is. Maar één ding weet ik, je gaat nooit vrijkomen van je vriesgedrag als je niet emotioneel intelligent bent. Als je niet je emoties kan voelen in je lichaam, want daar zijn ze, ontwarren, dank je, dat was die woord die ik zag. Ontwarren, een woord, woorden geven, in alle kwetsbaarheid delen, dat is emotioneel intelligent denken. En al die pleastypes, die ontkracht je wanneer je dat kan doen. Dan kan je direct aangeven hoe het met je is. Dan kan je botsen met een ander. Dan kan je zeggen wanneer je gefrustreerd bent. Wanneer jij nee voelt, kan je dat onder woorden brengen. Niet midden in de nacht wakker worden en denken, waarom heb ik ja gezegd? En niet denken van, oh, dat had ik moeten zeggen.
in het moment dat je in contact bent, je emotionele wezen bent. Emoties zijn echt een clue. Geef voeding aan je verlangen. Zoals ik zei, werk ik in de praktijk met heel veel christenen. En wat ik merk, is dat als ik doorvraag en doorvraag en doorvraag en door de laagjes afpel, diep in hun ziel is er een verlangen. Een verlangen om vrij te zijn. Een verlangen om God echt te eren. Een verlangen om af te komen van de verslaving of om de persoon lief te hebben die ze op dat moment een hekel aan heeft. Er is het verlangen, is daar. Dat is die nieuwe hart. Dat is de liefde van God in hun. Alleen ze weten niet hoe de handen en voeten te geven. En als je hier zit vanavond en je denkt van ja, hoe doe ik dat? Eén clue is geef voeding aan je verlangen. Kijk of je inspiratie op kan doen. Luister naar een podcast. Lees een boek. Trek met iemand op die verder is dan jij. Wek dat verlangen op. Spreek daarover. Delen in gebed. Schrijf je dagboek. Maak contact met waar je echt naar verlangt. En wij denken vaak als christenen dat we dat niet moeten doen omdat onze verlangen zelfzuchtig zijn. En soms zijn ze dat ook. Maar als je die zelfzuchtige verlangens afbelt, zit daar iets onder. Ik wil dat, al wil ik voelen dat ik deug. Ik wil dat, omdat ik zo'n honger heb naar liefde. Ik wil dat, omdat ik geaccepteerd wil worden. Ik wil dat, omdat ik voel, ik wil gewoon eindelijk eens een keer voelen dat ik ergens doe voor iemand. En dat zijn God gegeven verlangens, want God wil in zijn gemeenschap met ons die verlangens vervullen. Daar zijn we voor gemaakt. Wij zijn mensen. Wij zijn relationele mensen. Dat zijn goede verlangens. Alleen het probleem is dat wij gaan proberen de verlangens te vullen op de verkeerde manier. En dat is nou die zonde. Dat wij de God gegeven verlangens proberen op eigen kracht voor elkaar te krijgen. Door pleasen als één voorbeeld. Laatste dia, geloof ik. Tweede ding wat je moet doen is je moet werken aan je identiteit. Daar begon ik bij. Je ik. Gevoelens, behoeftes, talenten, wie jij bent. Want als jij niet weet wie je bent en dat accepteert, dan kan je een moeilijke relatie krijgen. En dan ga je een verlengstuk zijn van iemand anders. Een soort symbiose waar je niet tot je recht komt. En dan gaat het stukje die God in jou geplaatst heeft, als een uitdrukking van wie hij is, wordt het niet volop geleefd. En dat is geen overvloedig leven. Werk aan wie je bent. Nou, ik zie heel erg uit naar de pauze, naar de jullie spuige vragen hierover. Heb ik zin in? Schroom je niet om moeilijke vragen te stellen. Als ik die antwoord niet weet, dan zeg ik dat. En als ik die antwoord wel weet, dan deel ik het graag. Er zijn ook boeken over de dingen die ik gesproken heb. Voornamelijk de boeken Goed voelen over emoties. Dat is een belangrijke. En natuurlijk zijn er enkele exemplaren van de boeken Nee is oké. Okay, waar deze please types uit voortkomen. Wanneer ik geef het weer aan jou over. Moet je iets zeggen? Michelle, de eerste vraag is, hoe voel je als je over je grenzen heen gaat? Hoe kan je dat beter aanhouden? Ik moet toch bij jouw microfoon lenen, want dan word ik even bewegen. Dus dan kan ik niet denken. Oh. Ja, dat is een beetje zo werkt het bij mij. Hoe voel je als je over je grenzen gaat? Dat hangt ervan af of je goed kent waar je grenzen zijn. Om te voelen wanneer je over je grenzen gaat, dat je de grens. Je moet weten waar de grens is en je moet het voelen op het moment dat het gebeurt. Als je niet weet waar de grens is, dan ga je dat niet voelen. En dan ga je een slechte vrucht bemerken. Dan ga je merken dat je down voelt, of dat je brokkig voelt, of dat je zwaar ervaart, of dat je die persoon wil vermijden die je over je grenzen heeft getrokken. Dus je gaat merken dat je niet lekker in je vel zit.
als je wel weet waar je grens is, ik wil het niet, maar ik doe het toch, dan ga je later over malen. Waarom heb ik het gezegd? En een beetje piekeren. Of jezelf op je kop geven. Ik heb het weer gedaan. Dus al die symptomen zijn herkenbare symptomen dat je over je grenzen gaat. En in je groeiproces ga je merken dat je eerst over je grenzen gaat. Hè? Je zegt ja tot wat je eigenlijk wil, of je neemt te veel op je bord. En dan, een paar dagen later, word je daar bewust van en dan denk je, man. En dat is, dan ben je bewust onbekwaam. En als je niet weet waar je grenzen zijn, en je hebt alleen psychische of fysieke klachten, ben je onbewust onbekwaam. En langzamerhand wil je dat oprekken, zodat je bewust onbekwaam bent. En in het moment denk je, dit is zo'n moment, en ik doe het toch verkeerd. En uiteindelijk, door groei, ben je in staat om in het moment je gedrag te veranderen. Dus een beetje hoe groei gebeurt. Toch is dat soms wel heel lastig, denk ik. Want je hebt soms dat je dan toch wel aan de ene kant spijt hebt van dit moet ik niet doen. En aan de andere kant zit je in de situatie dat je, ze zijn het van je gewend of je kunt niet meer veranderen. Dat is ook een iets. Welcome to life. Life is onmogelijk en niet makkelijk. En groei is net zo. Er is geen toverstok. Het is echt niet makkelijk en het gaat met volle ernst staan. Net zoals je leert lopen. Maar als je weet van, hey, in het moment doe ik het weer en ik lijd eronder, dan is het handig om het te beleiden naar God en naar iemand anders. En om hulp te vragen. Help mij, help me verantwoordelijk, hè? Tegen een vriendin of een collega. En waarschuw mij. En als ik het weer toegeef, geef me een... Dit is ook een vraag, is het zelfbewust pleasen wel echt pleasen? Dat sluit wel een beetje erop aan. Ja, zelfbewust pleasen echt pleasen? Nee, eigenlijk niet. Dat is een soort literaire trucje die we verzonnen hebben. Want eigenlijk is het volwassen zijn. Dan ben je niet meer aan het pleasen, maar dan kies je bewust wanneer je jezelf wil opofferen. Wanneer je je eigen... wensen of verlangens of veiligheid loslaat om er voor een ander te zijn. En dan is dat uit een gevende hart. Het is niet vanuit angst of vanuit verplichting of uit de automatische piloot. Het wordt niet aangestuurd door een overlevingsmechanisme. Want al die overlevingsmechanismen van ik wil je niet kwijtraken, of ik wil dat je me aardig vindt, of ik ben bang voor je boosheid, of ik wil je niet teleurstellen, of ik word verlaten, of ik krijg wat ik nodig heb. Dat zijn allemaal manieren om iets voor jezelf te creëren, niet om iets te geven. En dat is de verkeerde kant op. Dus de zelfbewuste pleaser die kan daar doorheen werken, zodat het echt vanuit je binnenste komt. Uit vrijheid. De Bijbel zegt in Engels, God loves a cheerful giver. God, ken je de tekst? Zeg het nog een keer. God heeft de vrijmoedige gever lief. God heeft de vrijmoedige gever lief. Ja, dus dat geven vanuit echt innerlijk vrijwilligheid. Niet vanuit verplichting, maar uit het stroomt en je wil het. En het is een delight. En het komt uit het gevende hart. Dat is wat ik bedoel met de zelfbewuste vrienden. Dan ga je proberen te zijn aan het einde van mijn leven. Hier heb je ook een vraag over gegeven. Hoe zie je pleasen in relatie, ruimte nemen of geven? Ja. Nou, in een relatie is de ideale dat beide partners kunnen geven en ontvangen. En dat het een dans is. Dat je zorgt voor de belangen van die anderen en zij zorgen voor de belangen van jou. En dat gaat op en neer in het leven. Ik heb 3 jaar geleden een gebroken knie. En ik was hulpbehoevend, 6 weken lang. Mijn man moest alles voor me doen. En hij heeft 10 dagen geleden een hersenen.
hem hulp beroepen. En dat gaat op en neer. Dat zijn met die grote medische dingen. Maar het gaat ook met de lasten die je draagt in het leven. Die ene heeft een moeilijke tijd. Of heeft iets nodig. Dat je zorgt voor de ander. Maar als dat in evenwicht is. Dan is het een dans. Die je met elkaar danst. In vertrouwen. Het is een probleem wanneer structureel iemand steeds over de eigen grenzen gaat. En die andere heeft het niet door, of het past gewoon, of ik vind het een voordeel. Dan uiteindelijk ga je merken in een relatie dat er slechte vrucht voortkomt. Ook al is het alleen in de kinderen. En dat is wanneer geven en ontvangen, ruimte geven en ruimte nemen, niet in balans zijn. Elke relatie moet een machtsbalans hebben. Dat beide partners de ruimte krijgen om te ontwikkelen. Talenten te ontwikkelen. Persoonlijkheid te ontwikkelen. Vrijheid hobby's voort te zetten. Tot een goede ontwikkeling van de talenten komt. Dat is de over en weer dans van een gezonde relatie. Iemand wil reageren of zo, dus ik gewoon rustig een hand op. Want dan ga ik gewoon door met de vraag. Als echt iets niet kan in een bepaalde situatie, moet je ook accepteren dat het zo is? Ja, ik noem het leven met de werkelijkheid principe. Wij leven in deze wereld, er zijn eenmaal beperkingen. En als iets niet kan en jij er steeds tegenaan schopt, met bitterheid of met frustratie of drama, dan accepteer je niet de werkelijkheid zoals het is. En dat is wel belangrijk, want dat is waar we mee te maken hebben. Dus als iets niet kan op een gegeven moment, is dat, moet je dat accepteren. En soms eist het een soort rouwproces. Ja, soms is er iets wat je heel graag wil in het leven, een partner of kinderen, en het is niet mogelijk. Of je weet naar kinderen, je bent ongewenst kinderloos, zoiets. Dan heb je een rouwproces nodig om dat een plek te geven. Dat te processen. Dat je doorkomt op een punt van acceptatie. En zo is het met heel veel dingen. Sommige mensen lopen vast omdat zij eisen van hun ouders dat ze de perfecte ouders zijn. Maar dat zijn ze niet, dat zijn beperkingen. En ook dat is iets te accepteren waar je door een soort rouwproces heen. Ik heb ook hier een vraag, zijn christenen andere soorten types priesters dan niet-christenen? Ik weet niet of ik de vraag helemaal kan antwoorden, want ik heb niet zicht op de hele bevolking. Dus ik kan alleen maar antwoorden vanuit mijn eigen beperkte kennis van werken met christenen in de praktijk en werken met niet-christenen, wat ik beide heb gedaan. Ik merk dat als christenen dat wij hebben een ideale, een bijbelse ideale waar we graag aan willen voldoen. En wij hebben de neiging om dat ons op te leggen gedragsmatig. Dus is onze pleasen principes zijn soms anders dan hoe niet-christenen die niet onder de ideale kiezen te leven, dat heeft een andere vorm. Dat gezegd te hebben, zijn er ook heel veel overeenkomsten. Bij het laatste typetje is de ideale man de zelfbewuste man. Maar als deze zelfbewuste man nu geen principes heeft, kun je daar iets mee? Ja, een ingewikkelde vraag. Nou, gaan we bezig. Het is niet mijn bedoeling om te zeggen dat de zelfbewuste man is de ideale man, want dan verhoog je zelfbewustzijn tot een ideaal. Het is dus in deze boek, of in het boek van vanavond, in deze, okay, heb ik over de zelfbewuste pleaser. En dat, daarmee bedoelen we te uiten dat als jij jezelf op gaat offeren voor een ander, dat je dat uit een bewuste vrije keuze doet. Er zijn wel mensen die heel bewust zijn en die geen principes hebben. Ja,
daar heb je toch niks aan. Dat is toch vreselijk. Dus dat is niet het ideaal. Je gaf aan in de lezing van Prezi dat het eigenlijk van, ja, van het kwaad is. Niet de goede bron. Hoe zie je dan als je psychische problemen, lijden hebt? Heb je dan geen goede relatie met God? Of hoe kijk jij er tegenaan? Mooie vraag. Ik wil niet een indruk wekken dat mensen met psychische problemen geen goede relatie met God heeft. Want mijn ervaring is dat juist in psychische, ik heb ook zelf, ik was, toen ik 22 was, was ik een jaar heel zwaar depressief. En ging ik zelf naar de therapeut en ik had een heel oprechte relatie met God. Dus ik weet hoe het voelt om te ploeteren met dingen in je ziel, terwijl je hunkert naar contact met God en dat contact en dat relatie hebt. Dus psychische problemen hebben niet altijd iets met je relatie met God te maken. Juist is wat ik heel fijn vind als christentherapeut, is om samen met iemand te werken met hun geloofsleven als hulpbron. We hebben bij ons opleiding meerdere interventies of methodes waardoor wij iemands relatie met God meenemen als onderdeel van de heling. En dat is het zo prachtig om op die manier te werken. Dat gezegd te hebben, zijn er ook soms is het zo dat psychische problemen, en ik zeg soms, zijn een soort teken dat er iets is in de ziel dat heling nodig heeft. Of dat rechtgezet moet worden. En dat is niet altijd terug te keren op iemands relatie met God, maar het kan wel te maken hebben met de opvoeding. Of met het feit dat op een dieper niveau iemand niet kan pakken hoe Gods liefde doordringt. En dat heeft niks te maken met schuld, het is te maken met de gebrokenheid van het leven. En ik wil er nog iets over zeggen, maar het is blanco gegaan. Wat was dat? Ik zeg vaak tegen christelijke cliënten, als er een gebied van verwonding is, een soort gebied waar er van binnen in hun ziel gebroken is, of getraumatiseerd door misbruik of door allerlei soorten traumas die kan gebeuren, dan zeg ik, het is tijd om de goede nieuws over Gods liefde naar binnen te verkondigen. Naar dat stukje die nog in traumatijd leeft. Toen waar het zo onveilig was, zo gebroken. En God wil daar komen met zijn genade, zijn vergeving, zijn liefde en daar heen brengen. Dus het is niet zwart-wit. Er is heel veel ruimte voor heden en ontwikkelen in God. Dus dan is het wel een heel interessant onderwerp, daar kun je nog veel dieper doorgaan. Ik heb hier ook een vraag persoonlijk in feite van waarom ben je psycholoog geworden? Ja, ik zeg dat tegen de studenten op onze opleiding. Nou, we zijn allemaal hulpverleners geworden omdat we zulke hulp nodig hebben. Dat is heel vaak zo, hè? Dat je hulpverlener wordt en dat je zelf... Dat zie je wel heel vaak. Ja, dus dat vraagt ook een heleboel werk aan jezelf. En ik denk dat ik ook psycholoog ben geworden, omdat ik kom uit een hele gebroken gezin waar er heel veel mis was. Onder andere door het traumatische overlijden van mijn broer, maar ook andere factoren. En ik weet als kind, ik was gewoon gefascineerd door hoe werkt het? Hoe werken relaties? Hoe werken emoties? Hoe kan je dat combineren met een geloofsleven? Dat zijn dingen die mij, ik was er gewoon gefascineerd door. Ja. Vandaag. Ik zeg ook net dat je uit een gebroken gezin komt. In feite zie je dat nu ook heel veel. De kinderopvang is ook een groot probleem in Nederland. Ik heb hier een vraag over van. Welke gevolgen kun je verwachten met tegenwoordig bij de ouders werken en kinderen vaak naar een kinderopvang gaan en niet veilig thuis volledig opgroeien? In feite zijn het twee dingen. In feite heb je vaak gebroken gezinnen. Dat je de kinderen niet veilig thuis hebben. En komt niet. Nou, ik weet niet hoe jullie overdenken. Maar
ik denk hier zo over. En onderzoek, best wel een goede, robuuste wetenschappelijk onderzoek laat zien dat als een kind 2 dagen in de week opvang heeft, dat als de moeder 2 dagen in de week werkt, dat zij een betere moeder is dan als ze helemaal niet werkt. En dat is natuurlijk over de breedte, hè, van al die verschillende aspecten die ze onderzocht hebben. Maar het laat zien in het onderzoek dat de moeder die ergens tijd heeft om in een volwassen omgeving op te laden, iets zinvols te doen, iets als mens, dat helpt haar om te blijven geven tijdens de kinderen. Dus dat is 1 onderzoek. En ik denk dat het hangt heel erg van de kwaliteit van die opvang. Ja, daar is heel veel over te zeggen. Die ene opvang is die andere niet. En waar het om gaat, is dat het veilig is voor het kind. En dat de goede dingen gebeuren met het kind. Als die opvang niet veilig is, dan gebeurt hetzelfde als de thuissituatie niet veilig is. Emotioneel veilig. En dan kom je in problemen met de hechtingslaag. Zijn de eerste jaren van een kind waar het kind onzeker voelt, want er is geen veilige basis in de hechting. En een onzekere hechting, dat brengt ook allerlei andere problemen voort, zoals identiteitsproblemen of sociale angst. Het is soms zo dat kinderen die helemaal niet naar enige opvang gaan, dat zou je ook zien met de coronaperiode, kinderen die thuis zijn en niet genoeg sociale contacten hebben met leeftijdsgenoten, die missen iets in de sociale contact waardoor ze later sociale problemen kunnen krijgen. Dus met alles zijn er voor's en tegens. En waar het om gaat is die omgeving voor het kind zo emotioneel veilig te maken. En een veilige basis te creëren. Ja. Ik heb een andere vraag. Ik ben zo horen dat ik hoor. Ja? Anders ga je even staan en dan kom ik op iets beter over. Stel, ouders doen goed hun best om kinderen op te voeden, maar de ouders zijn niet in staat, bijvoorbeeld door een beperking, om het kind goed op te voeden. Dan kan het kind zich niet goed hechten, maar wat dan? Want ouders doen wel zelf hun best. Ouders doen bijna altijd hun best. Stinken hun best. Ik ken geen ouders die een kind op de wereld brengen en die denken, joh, weet je wat, laten wij het kind helemaal vernappelen. Als een moeder werk krijgt, vraag je
wat sneller af dan als je gewoon de hele dag thuis bent en dan ga je in die schuur. Ik snap toch onderzoek wel dat dit antwoord eruit komt. Ja. Maar ik snap die vraag ook wel. Oké. Dat het gewoon beter is. Ja. Je had ook nog een vraag. Wil je even iets harder vragen, anders kan ik het niet zeggen. Mijn stem is niet zo duidelijk. Maar in het begin had je het over geest, ziel, lichaam, wereld. Dat onderscheid tussen geest en ziel is voor mij niet zo duidelijk. Nee, het is ook niet duidelijk. Ik vraag even aan jou. Dat was die dia met die cirkels, met geest, ziel, lichaam, wereld. En dat onderscheid tussen geest en ziel is niet helemaal duidelijk. Dat klopt. En er zijn theologen die eeuwenlang met elkaar een discussie daarover hebben gehad. Want er wordt in de grondtekst, die woorden worden door elkaar. Soms wordt de geest gebruikt, soms wordt er ineens een geest, ziel en lichaam gebruikt. Soms wordt geest en ziel in de Hebreeuws en de Grieks, hoe zeg je dat, beide gebruikt. En het is niet heel duidelijk wat daarmee bedoeld wordt. Dus ik heb het in deze dia over de psyche. En ik heb het over de psyche als de ervarende ik. Maar in de Bijbel wordt soms wordt er over geest gesproken en soms wordt er over ziel gesproken op een manier dat het niet heel duidelijk is. Wat het concept van die principes zijn. Dus in deze lezing heb ik, als ik over de ziel praat, dan heb ik over die ervarende ik, die waar de wil, de emoties en de overtuigingen zitten. En dat is waar je mee te maken heeft in deze wereld. En in dat stukje van je zijn kunnen de psychische problemen komen. Dus ik gebruik het in die context. En de geest, hoe zou je dat dan omschrijven? De geest zal ik omschrijven als de Bijbelse term van de binnenste. Als in de psalm praat over, als in het boek van Jeremia wordt gesproken over ik ga mijn wet in hun binnenste schrijven. Dat wordt vaak vertaald als hart, maar in de grondtekst is het eigenlijk de buik, de binnenste. Dus de diepe binnenwereld waar God zijn woord spreekt tot ons. De communicatie tussen God en de mens. Dan zal ik dat de geest noemen. Maar ik ben geen theoloog, dus ik hou bij mijn schoenmaker, blijf bij je lees. En dat is het gebied van de psyche. Daar weet ik wel heel veel over. Maar het is ingewikkeld. Ik kan het bij deze kant van de